De markt van Roeselare die staat zo te zien al goed vol voor de Kennet Zomertour. Vandaag kan iedereen hier terecht voor allerlei spelletjes, maar ook ontmoetingen met Kennet gezichten en ook andere artiesten. Maar zeg, ik vind het wel veel belangrijker de audities voor de Kennet Musical. Kom, we gaan even een kijkje nemen. Aha, ik denk dat we er zijn. Ik voel de spanning al. Even kijken. Dag Nolle, je doet mee aan de Kennet Musical. Waarom juist? Ik vind musicals heel leuk. Ik hou van zingen, dansen en acteren. En ik heb ook een paar andere Studio 100 musicals meegedaan. Dus ja, het is ook een hobby. Waarom wil je graag meedoen? Omdat ik heel graag zing en dans. En ik wil ook graag een keer acteren en ik wil dat graag een keer proberen. Omdat ik de vorige musicals heb gekeken in Plopsaland, Pannen. En ik vond dat super cool. En wat heb jij voorbereid voor vandaag? Eigenlijk niks, maar ik passeerde en ik zag het zo en ik zei ik ga het doen. En heb je er veel vertrouwen in dat het gaat lukken? Ja. Zie je het zitten om een klein stukje voor onze camera te zingen? Wij met een hart tot zeven moeten leren samenleven op die mooie kleine blauwe wol. Maar lees ik de kranten koppen, oorlogen die nooit meer stoppen, denk ik soms de wereld slaat op hol. Nee, ik wil niet zitten kniezen of mijn laatste moed verliezen, want ik heb een wondermedicijn. Leg je handen, vrienden, handen uit die duizend verre landen. Zo plant je een bloem in de woestijn. Dag Remy, je hebt meegedaan aan de vorige editie van de Kennet Musical. Wat is jouw meest interessante tip die jij kan meegeven aan de mensen die auditie doen vandaag voor de volgende editie? Goh, ik denk, de meesten zeggen altijd van ja, ik mag geen stress hebben, maar ik vind dat wel. Ik vind dat je wel wat gezonde spanning moet hebben, maar dat je gewoon vooral jezelf moet blijven. En gewoon geloven in jezelf en dan komt het wel goed. Als lid van de Kennet Band hebben jullie heel veel podiumervaring. Heb je wat tips voor de kinderen die vandaag auditie komen doen? Ja, het allerbelangrijkste bij musical is natuurlijk dat je samen zingt en danst tegelijkertijd. Dus wat je moet doen voor de auditie is gewoon en dat drie keer doen en dan pas naar binnen gaan. En dan komt het helemaal goed. Nee, bevallen is... Ja, ik zou ook als tip willen meegeven om zeker te vragen aan een van je vrienden dat er niks tussen je tanden zit. En dan zeker ervan te zijn dat je heel veel lacht naar de jury. Want als je lacht, dan kan je ze meestal wel zo overtuigen. Ja, en nog één laatste tip misschien voor iedereen. Je moet gewoon, als je een beetje bang hebt, inbeelden dat die mensen daar in hun onderbroek zitten. Dan ben je ook op je gemak.